En ik kan me herinneren dat ik de volgende ochtend opstond met zo'n vreugde en een volheid in me, dat ik dacht van, maar het is, God wil dit van mij, ik heb de roeping tot een priesterschap, anders kan ik dit nooit zo beleven, dit nooit zo overweldigend sterk beleven. Wat mij daarin zeer blij maakte was dat we waren in onze verscheidenheid aanwezig. Inderdaad, België, Nederland, maar ook mensen van andere kerken, van andere godsdiensten. Er waren verschillende moslims, waaronder diverse van mijn leerlingen. Maar we waren als een grote familie. Het was in alle ongedwongenheid en ontspannenheid. Jezus is een persoon geworden voor mij. En dus wie is Jezus voor mij? Het is degene die zin geeft aan mijn leven. En ook, wat mij altijd heeft gefascineerd, is dat het volgen van Jezus is niet alleen zeggen, oké, hij is mijn voorbeeld. Maar Jezus heeft ook altijd een grote passie gehad. En dat is namelijk, hij is gekomen uiteindelijk om te zeggen, maar wij zouden allemaal één moeten zijn, de eenheid van de grote mensenfamilie in alle verscheidenheid, veelkleurigheid. En dat is iets wat mij dagelijks motiveert. En dat is eigenlijk ook de drijfveer achter mijn werk in de school als leerkracht. En ook mijn priesterschap. Als mijn priesterschap daaraan kan bijdragen, dan zal ik dat heel gelukkig beoefenen. En hij, net zoals Jozef, de man van Maria, heeft hij gewerkt als timmerman. Tot zijn 30e. En dan is hij. Ook met christelijke of moslimjongeren werken, iedereen is een mens. En ik ervaar dat ook hoor. Ik ervaar ook in het contact met de leerlingen, met een aantal, dat het contact dat op een gegeven moment ontstaat, dat is, ik zou bijna zeggen, over de grens van de godsdienst heen. Met respect en behoud van ieders identiteit. Maar toch dat je samen op weg bent in het leven voor die korte tijd dat je samen op weg bent. En dat het toch dieper gaat dan gewoon een les. Dus het gaat meer erover, denk ik, dat de leerlingen op school, op onze school, de kans krijgen om te zien dat je met verschillende achtergronden heel goed samen vooruit kunt. Open kunt zijn, vertrouwvol kunt zijn. En ik vind dat een hele mooie uitdaging waar ik graag in wil blijven staan. Het feit van priester te zijn binnen de Focolare, ik was blij dat mij die vraag werd gesteld en ook ik heb het als dienst aanvaard. En niet denken dat ik er zo'n vreugde aan zou ervaren. Ik ben heel blij om priester te zijn binnen de Focolare. En wat ik al merk, en dat vind ik een hele mooie piste, zal ik zeggen. Het is zeker zo dat als Focolare en als lid van de gemeenschap zijn wij met ontzettend veel mensen in contact. We zijn ook met het jongerenwerk, wat ik dus na school vanuit Focolare mee heb vormgegeven, Together for Peace. Dan hebben wij ontzettend veel contacten met mensen, met jonge mensen, jongeren, maar daarmee ook weer gezinnen en daar ook weer jongeren die intussen wat oudere jongeren zijn. En ik merk altijd het feit dat ik priester ben, dat ze zeggen, ja, maar zou je dan niet ons kindje willen dopen? Of zou je niet de begrafenis willen doen? Zou je ons niet willen trouwen? Ja, ik ben in Brussel. Ja. Maar het feit van priester te zijn geworden, dat is toch zeker iets. Wij zijn zeer broederlijk onder ons en dat is onveranderd zo gebleven. En toch voegt het iets toe aan de gemeenschap. Het is toch een dimensie die erbij komt. Dus onuitgesproken heeft wel iets veranderd, terwijl de relaties even broederlijk zijn als voorheen. Maar bijvoorbeeld het feit dat we nu, ik had zelf een echte wens om dagelijks de Eucharistie te vieren. Dat is niet verplicht, maar
ik voelde dat zo, dat zou ik graag doen. En ik heb voorgesteld of we dat dan niet in de gemeenschap hier zouden kunnen doen. Eventueel ook met, er komt soms ook iemand die dan zich daar nog bij aansluit, hè. En de anderen waren er ook blij mee. Dat betekent dat we dat 's ochtends vieren voordat we naar ons werk gaan. En dan, dat is vrij vroeg. Maar dat is een zeer mooi begin van de dag, hè. En dan dragen we als het ware alle intenties op, hè. Die leggen we bijeen. En dan vragen we daar alle zegen over. En dat is toch ook zeker ook iets wat de gemeenschap meer bindt. En waardoor je samen vertrekt en ook toch op een diepe manier vertrekt in feite aan het begin van de dag. Hè.